In de sporthal Veerbrug in Anna Paulowna zijn turnsters en turners uit Nederland en Rijnland tegen elkaar uitgekomen op de trampoline. Deze landenwedstrijd werd wat de dames betreft gewonnen door Nederland. Maria Vierenhalm kreeg voor haar verplichte oefening de op 1 na hoogste puntenwaardering. Bij de heren was Rainer Pawliska zowel in de verplichte oefening als in de twee keuzeoefeningen veruit de sterkste. Arthur van der Gast bracht het er voor Nederland redelijk af, maar zijn puntentotaal werd ongunstig beïnvloed door een val aan het slot. Rijnland won bij de heren met grote voorsprong. En tenslotte lieten twee Duitse dames nog even zien hoe uitstekend synchroon zij zich met gewone of schroefsalto's voorwaarts of achterwaarts op twee trampolines weten te bewegen. Een perfecte show die veel indruk maakte.